Een hele goede morgen allemaal. Het is dinsdag 18 juli, 10 uur. Welkom bij de Summer School van Grip Informatie. Mijn naam is Jeroen Jonkers. Ik ben programmamanager bij Grip Informatie bij de VNG. En we hebben vandaag een van de sessies van de Summer School. Zoals jullie misschien al gezien hebben, hebben we meerdere sessies in juli en augustus. Vandaag hebben we twee sprekers die hopelijk jullie enthousiasme gaan raken over het beheer van je data en het vernietigen daarvan. Stel dat je daar nog vragen hebt tijdens het webinar, dan kan je ze stellen in de chat. Zullen we proberen om die zoveel mogelijk te beantwoorden tijdens het live event. Mocht het nou niet lukken, dan zullen we alle achteraf beantwoorden. Het webinar wordt opgenomen. Achteraf wordt geplaatst op kia.pleio.nl. Daar komt ook de presentatie staan en de vragen en antwoorden. Het webinar is dan gepland voor een sessie van 1,5 uur. De sessie maar schrap, zodat je wat te drinken bij je hebt. Mocht er al eerder klaar zijn, dan stoppen we ook gewoon eerder. Zo simpel is het. Het thema voor vandaag is opruimen is simpel, maar vernietigen niet. We hebben twee sprekers. We beginnen dadelijk met Mirjam Pels en daarna gaan we door met Annemieke Adema. Mirjam is, zoals je ziet, sprekercoach, trainer op vlak van focus management. En gaat ons enthousiast meenemen in haar verhaal. En daarna gaat Annemieke Adema vertellen. En zij is op dit moment nog archiefinspecteur bij de gemeente Zaanstad. Mirjam, een hele goede morgen. Ja, een hele goede morgen. Ik moest even en mijn presentatie delen en even de microfoon weer aanzetten. Als het goed is, kunnen jullie mij nu horen. Klopt dat, Jeroen? Ja, heel goed, Mirjam. Heel ja. goed, mooi. Dan ga ik hem aftrappen, denk ik. Hè? Wil je presentatie ook nog delen? Oh, die dacht ik dus dat die erin stond. En toen riep je mij. En ik denk dat ik daar net wel door afgeleid was. Is hij in beeld nu? Ja, top. Ja, dank je. Goed, nou, goedemorgen allemaal en welkom. Mijn naam is dus Mirjam Pels en ik vind het ontzettend leuk om op mijn eigen verjaardag vandaag de aftrap te geven voor het webinar Grip op Informatie. Nou, ik start eigenlijk met een onderdeel wat vooral heel erg gericht is op de e-mail. En in de wereld van vandaag, waarin wij leven, merk ik dat heel veel mensen last hebben van het dagelijks overstromen van een mailbox. En zij vertellen mij dan ook dat zij last hebben van een overweldigend gevoel, stressgevoelens, een verlies van productiviteit, maar ook een verlies van focus. En daarbij komt ook een stukje verlies van controle op je werkdag. Het geleefd worden door de e-mailbox in plaats van proactief kunnen werken. Nou, welke factoren daarbij een rol spelen, daar neem ik jullie vandaag graag in mee in de korte tijd die ik heb. En daarmee wil ik starten met de uitdaging in de huidige tijd waar we tegenaan lopen. Te starten met de taakwisselingen. Misschien hebben jullie wel eens van het fenomeen gehoord. Of misschien begint je meteen iets te dagen van, oh ja, dat ken ik. Maar dat is als volgt. Hè. Je bent aan het werk in een taak. En op een gegeven moment komt er een mailtje binnen, heel klein. Je ziet eigenlijk meteen, dat kan ik in 5 seconden beantwoorden. En dat doen we dan vaak ook. En waarom doen we dat? Omdat het dan zo lekker uit ons hoofd is. En taakwisselen, dat klinkt redelijk onschuldig, maar het is niet zo onschuldig als wat we denken. Wat gebeurt er namelijk? Als je kijkt in de neuropsychologie, dan ontstaat er een fenomeen wat ze aandachtsresidu noemen. En dat betekent, hè, je bent bezig met die taak waar je op aan het werk was en je switcht even naar je mail. Maar op dat moment blijft een deel van je brein blijft hangen in de taak waar je oorspronkelijk mee bezig was. Nou, op het moment dat jij terugswitcht naar de oorspronkelijke taak gebeurt hetzelfde. Een deel van jouw brein blijft hangen in het mailtje wat je net beantwoord hebt. En dat continue wisselen van die taken, dat switchen van taak naar mail, dat zorgt ervoor dat we gemiddeld genomen maar liefst 40% trager werken dan we zouden kunnen. En dat we tot 20% meer fouten maken. En dat is wel aanzienlijk. En je kunt je ook indenken dat dat best eens een van de redenen zou kunnen zijn waarom de werkdag of ons werk niet meer binnen de werkdag lijkt te passen. Een andere uitdaging die we tegenwoordig zien is de infobesitas. Nou, ook die term hebben jullie vast wel eens voorbij zien komen. Ja, want sinds de komst van e-mail, de smartphone, maar ook social media, komt er een tsunami van informatie op ons af. En veel mensen ontwikkelen daarbij een onstilbare honger naar nieuws. Hè, want of het echt nieuws is altijd de vraag. En die zorgt ervoor dat ze dus continu minder productief raken. En ook moeite hebben met die focus houden. Want je blijft, en dat is meteen de derde uitdaging. Je blijft dat gevoel hebben van continu aanstaan. Als je altijd online en verbonden bent, kun je last krijgen van overprikkeling of overbelast zijn. Nou, welke impact heeft een volle inbox daar nu op?
Eigenlijk een beetje vergelijkbaar, want een volle inbox is een grote berg aan onverwerkte en onaffe zaken. Een open eindje, zo noem ik die ook wel eens. En we zien in de mail iets staan en soms lezen we het, soms ook niet. Maar eigenlijk maakt het niet uit, want op het moment dat we het gesignaleerd hebben, dan weten we dat we er iets mee moeten doen. Die e-mail zit in je hoofd. En af en toe popt dat op in je hoofd en omdat je weet dat je er nog iets mee moet, voel je onrust. En dat is niet alleen tijdens de werkdag, maar dat is ook 's avonds in het weekend. En sommige mensen hebben daar zelfs in de vakantie last van. Dus e-mail heeft een serieuze impact op onrust die wij ervaren vandaag de dag. Nou, een paar leuke weetjes en daar mogen jullie voor jezelf tijdens dit webinar nu over nadenken. Hoe geldt dit voor jou? Want ik heb een aantal interessante weetjes meegenomen. Hoe vaak wordt de gemiddelde mail geopend, dan wel gelezen voordat hij wordt afgehandeld? En dan mag je voor jezelf even bedenken, want ik ga zo het gemiddelde delen. Hoe zit dat eigenlijk voor jou? In een dag van, nou ja, gewoon de tijd die je aan je werk besteedt, hoe vaak lees je dubbel de mailtjes? Nou, als je voor jezelf een getal in gedachten hebt, dan ga ik het antwoord geven. De gemiddelde mail wordt maar liefst 7 keer geopend, dan wel gelezen, voordat hij wordt afgehandeld. En zelfs als je dan maar 10 mails per dag in je inbox zou krijgen, wat voor veel mensen een wens is, als je dat 7 keer leest, dan heb je een werkvoorraad van 70 e-mails. En als je dat dag na dag zo bekijkt, dan is de druk die we daarbij voelen eigenlijk ook wel heel erg logisch. Nou, de tweede vraag, hoe vaak bekijken we per dag onze mailbox? Dus even uitgaande van een 8-urige werkdag. En bedenk dat even voor jezelf. Hoe vaak bekijk je even de mailbox? Gaat je blik misschien naar je tweede scherm? Of open je hem echt? Nou, je hebt vast een getal in gedachten genomen. Het gemiddelde per dag, werkdag van 8 uur, is dat we maar liefst 74 keer per dag onze e-mailbox bekijken. Dat komt neer op 1 keer per 6 minuten. Over taakwisselingen gesproken, is een heel duidelijk verhaal, hè, hoe groot deze afleider kan zijn als we daar geen maatregelen voor treffen. Dan is er ook een gegeven dat 80% van de mensen de hele dag zijn e-mail open heeft staan. Ik noemde net al even het tweede scherm. Dat is ooit heel anders bedoeld dan voor de e-mail. Maar ik hoor vaak mensen zeggen, ja, eigenlijk staat de mail standaard aan op dat tweede scherm. En dat creëert heel veel afleiding en onrust tijdens dat je bezig wilt zijn met andere complexere taken. Nou, en 46, ik zie een vraag. Jeroen. Ja, hoi Mirjam. Er is een vraag in de chat. Hij zegt van, goh, er was een paar jaar geleden een discussie om eventueel niet meer te gaan mailen. En sommige bedrijven wilden er ook vanaf. Ja. Welke ontwikkeling zie je daarin? Nou, ik denk dat de mail, ja, misschien dat die op termijn wel gaat verdwijnen. Hè? Want we hebben in corona gezien dat natuurlijk Teams er ook bij is gekomen, die een bepaalde rol daarin heeft overgenomen. Dat heeft op dit moment ook wel weer een nadeel, hoor Jeroen, want je ziet nu dat mensen de controle verliezen over al die verschillende systemen. Wat deel je in welk systeem? En ik geloof er heel erg in dat e-mail een heel goed communicatiemiddel is, mits je maar duidelijke richtlijnen met elkaar afspreekt waar je het voor gebruikt. En dat is iets waar het vaak misgaat. Dus of de e-mail verdwijnt, ja, het zou zomaar kunnen, want een langspeelplaat en een videorecorder is ook ooit verdwenen. Maar het ligt er een beetje aan, ja, welk systeem het eventueel over gaat nemen en of dat alles covert van die e-mail. Dus voor mij is er geen goed of slecht. Alleen wel, wat wel heel belangrijk is in deze tijd, is dat er duidelijkheid ontstaat. En nog één laatste ding daarover. Ik trainde laatst bij een gemeente en daar hadden ze een kanalenmanager aangesteld. Iemand vanuit een IT-afdeling die echt in kaart ging brengen over OneNote, Teams, Skype, maar ook mail. Wat willen we nou met welk kanaal en wat voor richtlijnen gaan we daarvoor stellen? Ik denk dat dat voor heel veel mensen ontzettend wenselijk is in deze tijd. Ja, 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 kijk maar. Misschien nog een andere vraag meteen, voor je verder gaat, van Jack. En zei van, goh, het zijn allemaal uitdagingen die niet duur zijn, hè, maar in de praktijk wordt toch anders ervaren. En als gezegd van, goh, is het eigenlijk een algemene kennis die je vertelt? Weet iedereen dit al niet? Dit? Nou, dat zou je zeggen inderdaad. Maar op het moment dat ik mensen trainingen geef op dit onderwerp en ik deel een aantal feitjes, hè, en dit is een deel van de feiten, dan merk ik dat mensen ontzettend vaak verrast zijn over hoe groot, nou ja, ik wou zeggen het probleem of de uitdaging eigenlijk is. En als je dan gaandeweg, want dit is natuurlijk echt een sneak preview, hè, maar als je een halve dag met mensen bezig bent, waar ze ook echt aan de slag gaan, dan wordt heel erg zichtbaar in die mailboxen hoe moeilijk het eigenlijk is en dat niemand
ooit als je begon met werken uit een training heeft gehad. Hè? Je hoort vaak, komt binnen een bedrijf, je krijgt mail. Maar er wordt niet verteld, nou dit is hoe wij binnen onze organisatie werken met mail. Dit zijn de handigheidjes, je krijgt er een training voor. Dat is eigenlijk, ja, de bedrijven waar dat gebeurt is op één hand te tellen. Dus iedereen doet maar wat, om het zo te zeggen. En dat zorgt er dus ook voor dat we niet uniform werken. En dat maakt het vaak nog lastiger. Want de een verwacht binnen een minuut antwoord. Terwijl de ander denkt, ja, mail is niet urgent. Dus dat kan ook binnen 48 uur, want dat is onze policy. Dus dat maakt het best wel lastig, ja. Ja, top, dank je. Alsjeblieft. Dan een leuk interessant feitje, wat ik ook wel leuk vind. 46% van de mails bevatten geen duidelijk doel of opdracht. En het interessante is dat 45% van de mensen het idee heeft dat zijn eigen mails altijd helder, duidelijk en noodzakelijk zijn. Dus ofwel de ene helft van de mensen kan ontzettend goed mailen en communiceren en de andere helft doet dat niet. Maar ik denk dat het iets genuanceerder ligt. Maar ik vind het altijd een mooie trigger voor jezelf om te bedenken, ben ik altijd helder en duidelijk in mijn e-mails? En zijn de mails ook altijd noodzakelijk? Dus een stukje van de verandering zit hem natuurlijk ook in onszelf. Goed, nou ja, een paar oorzaken van een volle mailbox. Het is natuurlijk wel interessant om er even naar te kijken. Het blijkt in de praktijk dat mensen het ontzettend lastig vinden om beslissingen te nemen en te prioriteren. Want mails brengen heel veel vragen met zich mee. Hè? Wat moet ik ermee doen? Is het een actie voor mij? Moet ik hem doorsturen? Kan ik hem misschien verwijderen of moet ik hem archiveren? En omdat we dat zo lastig vinden, hebben we de neiging om een beetje, nou ja, de prioritering niet helemaal juist te doen. En vooral voor het laaghangende fruit te kiezen. Dus de mails die we makkelijk vinden snel af te handelen. En de mails waar we vragen over hebben van, ja, mag ik dat nou wel of niet weggooien? Weet je, ik doe het maar gewoon niet. Want dan kan ik ook per ongeluk niks verkeerds weggooien. Dus zo vullen die mailboxen zich steeds meer. En zo blijven ook de belangrijke dingen liggen, omdat we daar over na moeten denken. Maar het nadeel is dat als we dat te lang laten liggen, dan verliezen we overzicht. Want in de mail zakt het natuurlijk steeds verder naar beneden. En het raakt buiten beeld. En om je een kleine anekdote te vertellen over een van mijn coaches die ik ooit heb gehad, dat waren twee dames. En die hadden allebei 37, de een en de ander 39.000 mails in de inbox. Waarvan er bij beide meer dan 4.000 ongelezen mails in zaten. Nou, ze liepen ook allebei redelijk over. En ik denk dat jullie er iets bij kunnen voorstellen bij het idee dat daar misschien nog belangrijke dingen tussen zouden zitten. Wat zomaar zou kunnen natuurlijk in die hoeveelheid. Nou, verder is een gebrek aan structuur ook een uitdaging. Hè? Dat ik aan het begin, en dat zei Jeroen heel mooi, hè? Of ik noemde dat net. We krijgen er vaak geen training in. Wat is nou handig om te gaan doen? Moet je nou veel mappen aanmaken in je e-mailstructuur? Of juist heel weinig of helemaal niet? Mensen gebruiken systemen door elkaar heen. Dat heb ik net ook even aangestipt. En daarin merk je dat dat gebrek aan die structuur en overzicht, duidelijkheid en de communicatie daarover, dat dat ervoor zorgt dat het ook lastig wordt om mails te beantwoorden of goed te archiveren. En veel mensen hebben last van een overmatige instroom. En dat betekent dat ze te veel nieuwsbrieven hebben, te veel cc-mails ontvangen, niet functionele e-mail ontvangen, fun-mailtjes, et cetera. En daarin kun je natuurlijk zelf voor jezelf ook wel wat betekenen door dat een halt toe te roepen en daarmee aan de slag te gaan. Nou, ik zei wel, e-mails roepen heel veel vragen op. Archiveren, verwijderen, actie nemen. En dat zorgt er in de basis dus voor dat we vollopen en overlopen in de e-mail. Nou, hoe kun je er nou voor zorgen dat die e-mails niet zich ophopen en dat je elke dag eindigt met een lege inbox? Ja, een lege inbox. Elke dag, het kan hè. Ik heb elke dag een lege inbox. Dat betekent dat je elke dag weer met een leeg hoofd kunt beginnen. Dat is heel prettig. En dat betekent dat je die e-mails niet meer gaat behandelen, maar dat je ze echt gaat verwerken op het moment dat je ermee aan de slag gaat. En dat is om je e-mail-effectiviteit te verhogen. Nou, ik wil jullie meteen een aantal tips meegeven waar je zelf mee aan de slag kunt na vandaag. En een van die tips is, vermijd de ongelezen functie. Hij leek heel interessant, hè? Even het envelopje weer op gesloten zetten. En veel mensen gebruiken dat als een, daar moet ik nog iets mee. En op zich heel erg logisch. Alleen, ik gebruik heel graag de metafoor van de envelop die op je deurmat valt. Stel, er valt een factuur binnen. Zijn er steeds minder, maar ze komen nog wel binnen. Je opent de envelop, je haalt de factuur eruit. Je denkt, oh ja, een factuur, die moet ik betalen. Je doet hem weer dicht, plakt de envelop dicht met een plakbandje en je gooit hem weer terug op de deurmat. Dat doen we niet. Maar we doen dit wel massaal
in de e-mail met het envelopje aanzetten. Het nadeel is dat dit er dus voor zorgt dat we elke keer opnieuw lezen en dat je dus die 7 keer gemiddeld je mails leest voordat er echt actie wordt ondernomen. De tweede tip die ik wil geven is: lees en verwerk je e-mail in blokken. Op het moment dat je het in blokken verwerkt, dan ben je echt heel bewust en met aandacht bezig met je mail. En dat betekent ook dat als je in blokken die mail verwerkt, dat je dat een aantal keer per dag kan doen, afhankelijk van de functie die je natuurlijk hebt. Maar buiten die blokken check je bij voorkeur je mail niet. Dat geeft rust om met concentratie je andere taken te kunnen doen. Dan regels creëren voor een snelle sortering. Niet iedereen kent de functie, maar door het creëren van een regel kun je eigenlijk bijvoorbeeld nieuwsbrieven in 1 keer in een soort map van nieuwsbrieven laten vallen. Of alle mails waar jij in de cc staat kun je apart in een cc-map laten vallen. Superhandige tool, gebruik hem alleen wel gedoseerd. Want op het moment dat je alles meteen naar een map versleept, dan bestaat weer het gevaar dat dingen ook weer buiten beeld raken. Ja, de inbox is geen takenlijst of geen prullenbak. Zo gebruiken we hem wel vaak. Maar ja, zo ontstaat er dus echt mailboxen die bijna 40.000 mails omvatten. En even AVG technisch gezien, deze dames hadden mails in hun inbox zitten van 12 jaar terug. Nou, als je daar een controle op krijgt, dan heb je toch een beetje een dingetje. Dus als het niet voor je eigen rust in je hoofd is, denk dan ook nog eens aan de AVG en dat soort dingen waarin je echt wel rekening moet houden dat je dat soort dingen gewoon niet meer mag bewaren tegenwoordig. En Mirjam, in dat kader stelt iemand een vraag in de chat over: gebruik je zelf ook mappen of gebruik je 1 bak? Ik lees even 1 map voor waarschijnlijk gelezen mails en afgewerkte mails. Ja, ik heb een beperkt aantal werkmappen die varieert tussen de 10 en 15 mappen. En een aantal, dat zijn mijn projectmappen, zeg maar, van actuele projecten. Daar archiveer ik dus ook in. En ik heb een digitaal archief. En ik heb een aantal werkmappen voor de mail. Dus dingen waar ik wacht op reacties of dingen die ik nog moet lezen en dat soort zaken. Maar 10 tot 15 maximaal. En dat kan een beetje variëren. Ja. En dan blijft het ook zichtbaar, hè, in je linkerkant, dat je niet helemaal naar beneden hoeft te scrollen. Dus dat maakt archiveren ook een stuk makkelijker. Ja, ja, oké. En dan als laatste in dit verhaal is de e-mail-etiketten. E-mail-etiketten, dat is eigenlijk een hele simpele manier om een aantal omgangsregels met elkaar af te stemmen over mailgebruik, waar iedereen baat bij heeft. Bijvoorbeeld de responstijd die je van een ander mag verwachten, of hoe gebruiken we de cc en dat soort zaken. En klinkt heel eenvoudig, maar ik ken bijzonder weinig bedrijven waar een e-mail-etiketten wordt gebruikt. Terwijl het e-mailgebruik in algemene zin voor mensen een stuk prettiger kan maken als je een paar simpele regels daarover afstemt. Nou, dan hebben we nog, en dit is wel een hele leuke, het online en offline werken met elkaar afwisselen. En dit is een voorbeeld hoe, afhankelijk van je Outlook-versie, hoe dit werkt. Dat je heel simpel offline kunt werken. En dat betekent dat je gewoon even een uurtje de ruimte neemt om bijvoorbeeld te werken. Je kunt alles doen in je Outlook, maar er komt geen nieuwe mail binnen. Dus je wordt niet afgeleid door alles wat er tijdens jouw werk binnenkomt. Ontzettend prettig. Je kunt ook mails gewoon opstellen en verzenden. Alleen pas als je online bent, dan gaat hij het echt eruit sturen, zeg maar. Nou, er zijn allerlei variaties hierop. Een beetje afhankelijk, zei ik al, van welke versie van Outlook je hebt en hoe jouw organisatie is ingericht. Maar er zijn altijd tools om even een uurtje, 1 of 2 keer per dag offline te kunnen werken. Het tweede is, en die is echt super belangrijk, zet je e-mailnotificaties uit. Het klinkt misschien een beetje als een inkopper, maar heel veel mensen hebben veel al uitstaan, maar nog wel dat kleine gele envelopje onder in de hoek staan. En dan zeggen ze: ja, maar dat leidt mij niet af. En zeg: ja, maar als je zit te werken en dat envelopje popt op, wat gebeurt er dan? Ja, dan zie ik dat ik een nieuwe mail heb. En nou, dan denk ik wel van: ga ik er wel of niet naartoe op dit moment? Maar dat is al de afleiding. Op dat moment ben je al uit je taak gehaald. Dus ik adviseer altijd: zet al je notificaties van je e-mail uit. Nou, je ziet hier heel makkelijk hoe je dat kunt instellen in je laptop, in je Outlook. En de presentatie kunnen jullie ook allemaal nalezen. En de laatste is, je kunt Outlook ook opstarten in bijvoorbeeld je agenda. We openen hem eigenlijk standaard in de mail, want dat is gewoon automatisch zo ingesteld. Maar je kunt hem ook opstarten in je agenda. En dat betekent dat je meteen ziet, waar liggen vandaag mijn prioriteiten? Of je start hem bijvoorbeeld in een map waar al je acties van die dag staan. En dat je daar eerst eens doorheen gaat lopen. Dan ben je namelijk proactief aan het werk. In plaats van dat je de mail, dat je heel reactief aan de slag gaat. En eigenlijk reageert op elke bal die er op je afgeschoten wordt.
Dus dit zijn een paar eenvoudige tips die jullie eigenlijk na vandaag meteen in de praktijk kunnen brengen. Nou, dan voordat ik het eraf ga sluiten, wil ik nog een aantal doelen en oplossingen met jullie delen als het gaat over de mail. En dit zijn in feite de doelen en de oplossingen die ik in mijn trainingen aanbied. En dat is dat het doel is onder andere dat je zelf de regie weer neemt in plaats van dat mail je dag bepaalt. Je krijgt rust, overzicht en controle, minder stress en afleiding, meer werk gedaan en een lege inbox aan het einde van de dag. Nou, en dat klinkt voor veel mensen aan het begin van een training echt als een utopie. Maar door het efficiënter in te richten van je inbox en tips en tools te gebruiken voor slimmer werken, vindbaar te archiveren. Nou, ik denk dat Annemiek daar straks nog even op inhaakt. En dat weet ik eigenlijk wel zeker. Het archiveren van e-mails is binnen gemeenten echt van groot belang. Vanwege het behouden van een transparante en een verantwoordelijke werkomgeving. Maar het is ook wel echt heel essentieel om een evenwicht te vinden tussen het bewaren van relevante informatie en het vermijden van overmatig behoud van onnodige e-mails. Dus verwijder, verwijder, verwijder daar waar je kunt. En dat is wat Annemiek met jullie gaat bespreken hierna. Nou, voordat we daar naar overschakelen, wil ik alleen nog mijn laatste slide met jullie delen. Dat zijn mijn contactgegevens. Want laten we heel eerlijk zijn, stiekem hoop ik natuurlijk dat jullie zo enthousiast zijn geworden. Of inmiddels de noodzaak voelen dat je denkt, oh ja, ik herken me enorm in dit verhaal. En dat jullie het leuk zouden vinden om een training met mij te boeken. Ik heb veel gewerkt voor gemeentes, dus ik ken de uitdagingen echt wel die er spelen bij jullie. En e-mail is uiteindelijk een hartstikke mooie tool. Mits je grip hebt op de informatie die erin staat en wat je ermee doet. Daar wilde ik mee afsluiten. Ik weet niet of er nog een korte vraag is, Jeroen, die je beantwoord moet hebben. Er is nog één vraag aan mij al. Iemand zonder naam, die wordt aangegeven, vermijd ongelezen functie. Ja. En die man of vrouw geeft aan, die wil wel een prettige manier om mails te markeren, waar je iets mee moet. Ja. En wat is het voordeel om niet de ongelezen functie te gebruiken, maar een map taken te creëren, omdat het namelijk hetzelfde lijkt? Ja, nou het is, kijk, de bedoeling is dat die inbox leeg blijft. Omdat als je alles als ongelezen markeert, dat er steeds meer wegzakt. En dat het dus, hè, want je kan niet alles meteen doen. En het is een soort enorm spaghetti-sliert en het is moeilijk terug te vinden. En ik heb het even in een nutshell verteld natuurlijk, hè, dat je een soort takenmap creëert. Het is wel iets uitgebreider dan even kort wat ik net heb verteld. Maar het doel is elke dag die inbox leeg te houden en grip te houden op een soort verschillende taken. Waardoor je ook weet, waar kan ik zelf actie op ondernemen? Waar ben ik afhankelijk van anderen? Wat hoef ik alleen maar te lezen? Dat geeft ook al een stukje prioritering aan. Hè? Dus je gaat eigenlijk echt op een andere manier naar je mail kijken. Maar heel eerlijk voor de dame of heer die dit heeft gepost. Dat ongelezen weer gebruiken. Ik heb dat vroeger ook gedaan. Ook met dezelfde reden. Omdat ik dacht, ja, dan weet ik dat ik er nog iets mee moet. Tot ik het systeem omschakelde. En toen dacht ik, oh ja, nee, dit is toch echt wel prettige werken. Maar goed, ja, dat moet je ook wel een beetje gaan ervaren inderdaad, ja. Ja, stap voor stap, helder. Ja. Hey, dank je Mirjam. Er zijn geen vragen meer. Een hele fijne verjaardag nog. Dankjewel. Dank jullie voor je verhaal. Goed webinar verder. Succes, ja. Annemiek. En dan tot de volgende keer. Goed zo. Oké, dag. Hoi. Annemiek, ja, Annemiek Adema. Archiefinspecteur, nog wel, bij de gemeente Zaanstad. In het verleden zat je ook volgens mij nog in de VNG-commissie archieven, Annemiek. Toch niet? Heb je nooit tegen gezeten? Nee, daar niet. Nee. Nou goed. Nee. Maar wel een expert op het terrein van vernietigen. Betrokken geweest ook bij de week van vernietigen van de Kia Thema Tiendaagse. Nou goed, en volgens mij een meer dan leuk verhaal. Nou, dankjewel Jeroen. Inderdaad, jij zegt dat heel cryptisch. Nu nog archiefinspecteur bij de gemeente Zaanstad. Binnenkort heb ik een nieuwe functie waarover later op mijn LinkedIn. Oh, wat een cliffhanger. Veel meer. Maar de afgelopen 6 jaar was ik archiefinspecteur bij het gemeentearchief Zaanstad. En inderdaad ook betrokken bij mijn stokpaardje vernietiging. Dus daarom, dus daar gaan we het vandaag ook nog even verder over hebben. Waar Mirjam heel erg is ingegaan op die vernietiging, op die e-mail. En hoe krijg je dat nu een beetje helder en goed in het snotje? En hoe zorg je met name dat die e-mail jou niet verder afleidt? Wil ik het vandaag over hebben van nee, dat opruimen, dat klinkt simpel en zeker ook met de tools. En is het vooral ook een kwestie van doen. En ik heb zelf ook meegeschreven, dus ik ga het zelf ook weer doen. Want als je aan mij vraagt hoeveel bakken e-mail heb ik en hoe ga ik zelf om met mijn eigen mailbox, dan
ga ik daar niet heel erg charmant op antwoorden. Ik wil vandaag het daarom ook hebben over waarom is vernietiging nou niet zo simpel als het lijkt. Nou ja, dan voor heel veel, als er heel veel vakgenoten vandaag in het webinar zitten, dan is het misschien een herhaling van zetten en een aantal open deuren. Maar soms is dat goed om te herhalen. Dus ik ga zo eerst in even op waarom we archiveren. Wat is nou het verschil tussen verwijderen en vernietigen? En waarin ontstaat daarin vaak een Babylonische spraakverwarring? Waarom vernietigen we? Nou ja, het vernietigen is een proces. En als toegift wil ik het nog heel even hebben over de e-mailarchivering, omdat er ook, daar ging het natuurlijk net ook over. Dus dan komen we ook weer, sluiten we ook weer een beetje met dat onderwerp af en dan hebben we een mooie cirkel. Wees gerust, ik ga niet een uur vol praten. Jullie mogen vragen stellen en Jeroen zal die tussendoor ook aan mij stellen. Nou ja, waarom archiveren we? Dit plaatje heb ik ooit geleend van voor de vakgenoten de SOD-opleiding. En hij is geloof ik al in de jaren 80 of 90 ontwikkeld, maar hij werkt nog steeds. En ik merk dat als ik dit plaatje laat zien bij mensen die altijd vragen, ja maar Annemieke, waarom moet ik nou archiveren en dat leidt me af en bububub. Dan laat ik dit plaatje zien en dan zeg ik ja, het is voor jou, voor je bedrijfsvoering handig, maar daarna ook voor de verantwoording, voor de bewijs in de rechtszeggende burger, hergebruik, wat we tegenwoordig ook weer terugzien in de wet, hergebruik overheidsinformatie, de WAO. En daarnaast is het ook cultureel historisch en dan is het eigenlijk hoe ouder iets wordt, des te belangrijker het gaat worden. En dan geef ik altijd het voorbeeld van het oudste aandeel van de VOC. Dat vinden wij belangrijk omdat het oudste aandeel is. Als je dat zou waarderen, dus er een bewaartermijn aan zou hangen, conform onze huidige selectielijst, dan is het gewoon na 7 jaar gaat dat door de shredder. Nou ja, die grap maakte ik wel eens bij het West-Fries Archief waar ik toen werkte. Dat werd niet heel erg gewaardeerd, waaruit blijkt ook dat cultureel historisch bewaren we dat oudste aandeel. En hopen ze in horen nog steeds dat George Clooney en Brad Pitt een sequel op Ocean's 11 gaan maken met het daadwerkelijke oudste aandeel. Archiving should be like an apple is dan altijd ook zo'n uitspraak die ik erbij gebruik. Als je een apple of tegenwoordig elk apparaat maar gebruikt, dan is het plug and play. Je zet hem aan en je wordt er automatisch doorheen geleid. Je drukt gewoon op volgende, volgende, volgende en het is geregeld. En met die volgende, volgende, volgende zeg je eigenlijk steeds van ja, ik wil dit en je maakt keuzes. En je hebt eigenlijk niet door dat je eerstgeborene ook afstaat aan Apple. Maar bij de archivering heb je dus eigenlijk dan ook niet door dat het gearchiveerd wordt. Als jij zorgt dat jij door een goede inrichting iets op de juiste plek opslaat, dan kan dan automatisch ook uiteindelijk die vernietiging goed gaan. Maar ook hebben we dan de drie J's. We hebben dan de juiste informatie op het juiste moment, op het juiste bureau. Ik ben geen fan, maar het onthoudt wel van hey, die drie J's, juiste informatie op het juiste moment, het juiste bureau. Ook dit kan je met behulp van archivering inrichten. En dan maakt het mij niet uit of dat over 5 minuten is, of over 10 jaar, of over 100 jaar, maar ook of het niet meer op een bureau mag liggen. En daarbij heb ik ook altijd de uitspraak, archiveren is vernietigen. Als een systeem goed kan vernietigen, kan het ook archiveren. Want dan is duidelijk, wat moet je vernietigen? Dit zit dus allemaal ook weer in de metadata. Waarom moet je het vernietigen? Nou, daar komen we zo meteen nog op terug. Dat staat in de selectielijst die weer gekoppeld is aan alle wet en regelgeving die wij als gemeente uitvoeren. Wanneer moet je het vernietigen? Ook, hoe moet je het vernietigen? Digitaal is dat wel ingewikkelder dan op papier. En daarna ook een controle op de vernietiging, maar ook vooral weten wat er vernietigd is. En als een systeem dit kan, dan is het in mijn wereld altijd goedgekeurd. Als je dit aan de gemiddelde, dit rijtje met 6 vragen langs een gemiddelde applicatie gaat leggen,
dan kom je er zelfs ook bij DMS'en niet altijd uit of bij verschillende zaaksystemen. En terwijl dit is, deze 6 vragen, als een systeem dit kan, dan vernietig je conform de archiefwet. Want je moet altijd kunnen reconstrueren welk dossier je hebt gehad, maar ook waarom dat er niet meer is. Dus mocht er een informatieverzoek of een wo-verzoek komen, waarbij ze zeggen, ja, maar hier is een dossier van geweest, dan kan je aangeven, ja, dat klopt. Hier hebben we een dossier van gehad, maar conform deze en deze wet en regelgeving hebben wij op dat moment vernietigd. En dan kan je daarbij soms ook rustig zeggen, met de inzichten van nu was dat misschien niet zo'n goed idee, maar daar hebben we van geleerd en nu gaan we weer door. Er speelt nu bijvoorbeeld ook een discussie over de adoptiedossiers. Van ja, die zijn vernietigd. Is dat wel of niet conform een selectielijst gegaan? En wat is daar dan de grondslag van geweest? Nou, dat zijn dingen die we moeten kunnen reconstrueren en waarom dat van belang is. En hoe dat dan kan, dat zit dan in deze vragen. Deze vragen hebben we een paar jaar geleden langs alle applicaties van de gemeente Zaanstad gelegd. Gemeente Zaanstad werkt met 186 verschillende applicaties, waarvan niet alle applicaties natuurlijk ook informatie opslaan. Dat zijn er ongeveer een stuk of 20, 40. Het aantal keren ja op deze vragen was bij 2 applicaties, waarbij er bij eentje is het nu daadwerkelijk in orde. En dan bij de andere applicatie, dat is een dinosaurus in ons landschap, om het zo maar te zeggen. Waarbij we ook al weten dat het vullen van de metadata niet altijd goed en eenduidig is gegaan. Dus ook daarin zie je weer dat dat struggles oplevert. Dus dat je daar dan ook weer extra energie op moet stoppen. Dus dan kan het systeem het. Maar dan is het weer niet goed gevuld, waardoor je alsnog niet conform de wet en regelgeving kan vernietigen. Jeroen, ik zie een vraag. Ja, Annieke, een paar vragen in de chat. Er staat onder andere ook aan het verhaal van Mirjam. En meteen met jouw verhaal. Ja. Het gaat dan over e-mail. En Mirjam wil geven aan van ongemerkt archiveren klinkt prachtig. Eigenlijk zal bij veel gemeenten archiefwaardige informatie in een zaaksysteem moeten worden opgeslagen. Ja. Hoe kan je volgens jou het beste sturen op e-mail archivering? En hoe wordt iedereen een goede informatiebeheerder met de juiste tools? Oké, ten eerste het begrip archiefwaardig. Elke keer als ik dat hoor, dan sterft er een engeltje in de archiefhemel. Alle informatie die wij maken is waardig, is archiefwaardig. Ik krijg ook wel eens mensen aan mijn bureau staan en die zeggen, ja, maar mijn informatie is niet archiefwaardig. Oftewel, wat ik doe, doet er niet toe. Dat is niet zo. Ook jouw informatie doet er toe. Ook al is dat maar voor 10 minuten of is dat voor 100 jaar. We moeten wel zorgen dat het in die periode er is. Inmiddels denk ik dat het onmogelijk is dat we dus alle informatie kunnen opslaan in een zaaksysteem. Het is een goed streven en ook goed om te doen. Maar we hebben dat vangnet voor e-mailarchivering nodig. In principe moet je ervan uitgaan. En in je communicatie vind ik ook... ervan uitgaan, sla je informatie op daar waar het hoort. Dus sleur en pleur het in het zaaksysteem, zodat de context bij elkaar staat. Ook bij wo-verzoeken of bij de volgende afhandeling. Maar ook besef je dat er nog veel in de e-mail zit. En dus moet je daar ook een vangnet voor gaan creëren. En daar is nu dus ook de concept e-maillijst over. En daar kom ik als een toegifje nog op terug. Jeroen, dat heb ik nog erin gezet, last minute. Dus daar is dat een beetje antwoord op de vraag. Mocht dat niet zo zijn, dan krijgen we automatisch een vraag binnen. Juist. Ja, inderdaad. Of als te zeggen, nee, maar daar ben ik het niet mee eens. Dan ga ik graag die discussie aan. Ik heb het begrip al vaker genoemd, metadata. Je kan heel veel metadata kan je automatisch laten vullen. Ook vanuit de selectielijst of de iNavigator als je dat daarvoor gebruikt. Maar doe ook, en dat zit in je kwaliteitssysteem, een controle op de juiste vulling van die metadata. En dat is echt lessons learned uit de jaren 80 en 90. En die ellende komt nu letterlijk soms op mijn vernietigingslijsten te staan. Dat ik zie van, hey, er is niet eenduidig geregistreerd. En dat is met de kennis van toen gebeurd. En met alle goede wil en et cetera.
Maar daardoor kan ik het nog niet vernietigen, want dan is er nog geen goede grondslag bij en weten we niet waarom het is vernietigd. En dan heb je te maken met onrechtmatige vernietiging. En ja, dat is misschien nog wel erger als het niet vernietigen. Dus daarin moet je dan de afweging maken, ga ik het nu alsnog vernietigen met de verkeerde grondslag of ga ik even de goede grondslag erbij uitzoeken? Nou ja, ik kies voor het laatste. Met alle gevolgen van dien, maar daardoor wordt het wel uiteindelijk beter en komt ook het informatiebeheer daardoor op de kaart. Doordat er doordat er vernietiging niet mogelijk is en dan, hey, waarom is dat niet mogelijk? Nou ja, en daar het informatiebeheer is niet op orde en dat is dan weer een extra argument om ook je informatiebeheer op orde te krijgen. Nee. Verwijderen is niet vernietigen. Mirjam zei al van ja, verwijder, verwijder, verwijder. Waarmee ze dus bedoelt, zorg dat het, zoals ik het heb begrepen, zorg dat het niet meer in je postvak instaat voor e-mails. Verwijderen, veel leveranciers zeggen ja, wij kunnen vernietigen. En dan ga ik doorvragen en dan is het vaak dat ze kunnen verwijderen. En waarom vind ik dat andere? Verwijderen is dat je iets geautomatiseert. Dan zegt ze ja, wij kunnen gewoon een retentietermijn, een bewaartermijn instellen. En dan een seconde nadat die termijn verlopen is, vernietigen we hem. Dat gaat automatisch, hoeft u niks meer voor te doen. Nou zou je zeggen, maar Annemieke, dat wil je toch? Want het moet plug and play zijn. Nee, en ik ga zo meteen uitleggen waarom. Of soms zegt een leverancier, ja, je kan een selectie maken en dan kan je per dossiertje aanklikken of je het wil vernietigen, ja of nee. Waarop ik altijd zeg, oké, dat vind ik prachtig dat het dat kan, dat ik één voor één op die knop delete kan drukken. Maar ik heb 20.000 dossiers van dit zaaktype in een jaar. Of ik heb, nou ja, als we kijken naar het aantal stormmeldingen van vorige week van Poli. Er zijn binnen de gemeente Zaanstad zijn er op die dag 1400 telefoontjes binnengekomen. Dat houdt in dat ik volgend jaar, want dat is een over 5 jaar, want het is een melding openbare ruimte, dat ik over 5 jaar 1400 terugbelverzoeken van omgewijde telefoons moet ik 1400 keer op delete drukken. Dan zeggen ze, oh ja, dat is niet werkbaar. Dan zeg ik, nee. Maar wat fijn dat jullie al die selectie kunnen maken, want dan is het nog maar één stapje verder naar een vernietigingsprocedure. Want bij vernietigen moet je dus weten wat je wanneer waarom hebt vernietigd en moet je er ook een noodknop voor hebben. Waarom heb je die noodknop nodig? Omdat je soms iets moet uitzonderen van vernietiging, omdat het bijvoorbeeld voor beleidsvorming is. Het is een hotspot of het is gewoon nog een lopende zaak. En soms hebben we dus ook voortschrijdend inzicht van ja, dan staan er dossiers op de lijst. En dan zeg je nee, wij willen dit alsnog bewaren, want dit heeft een impact op de samenleving. En dat doe je dan in overleg met de archiefinspecteur. In Zaanstad doen we dat bijvoorbeeld met dossiers van nieuwkomers, van nieuwelingen in Nederland. Die bijvoorbeeld in de jaren 70, 80 kwamen die hier werken. Daarvan hebben we binnen de gemeente eerste dossiers met aanmeldingsformulieren. En die gaan we bewaren omdat wij weten, dit wordt een genealogische bron van die eerste stappen van die mensen in Nederland. En conform de AVG worden die natuurlijk niet direct openbaar. Voordat er zometeen allemaal FG's en privacy mensen in de chat zitten. Hierbij maken we de afweging van het belang van bewaren en het belang van de privacy. En vanwege het belang van de privacy zetten we het op niet openbaar. Maar die vernietigingsprocedure is dus, daar kom ik zo op, dat is van belang. En dat is iets heel anders als dat je na 7 jaar alle financiële dossiers doet. Ik ben ook een van de archiefinspecteurs waarbij je geen doorlopende machtiging van de vernietiging krijgt. Ik weet dat er collega's zijn die dat doen. En iedereen mag daar voor zichzelf ook een afweging voor maken, maar ik doe dat niet. En dan, waarom moeten we vernietigen? Want, dat is ook de discussie die we vaak horen, technisch kan toch alles bewaard worden? En voor deze discussie mag je mij echt letterlijk 's nachts voor wakker maken. En ik heb hier ook al wel eens tot diep in de nacht met collega's over gezeten. Wel onder het genot van het een en ander, maar goed. Want dan is het, technisch kan toch alles bewaard worden? Gooi een paar datacentra erbij.
En dan zijn we er toch ook. En dan heb je dat allemaal niet. Dan heb je natuurlijk te maken met de AVG. Ook infobesitas. Als jij alles maar ook kan terugvinden. Wat er gegeven moet, wat er ooit was voor je werk alleen al. En dan heb ik het dus niet over de socials, maar alleen al in je werk. Als jij van 20 jaar facturen terug kan kijken, dan ga je dat ook doen. Dus dat kost je heel veel tijd. En terwijl als je maar 7 jaar kan terugkijken, dan is dat zo. Want voor je het weet ben je van 20 jaar lang de prijsontwikkeling aan het opvragen. En ga je naar leveranciers toe. Waarom was het toen goedkoper of duurder? Terwijl, ja, soms is het wat het is. Daarna hebben we het volgende plaatje en het volgende punt. En dat is de groene duurzaamheid. Digitaal technisch kan je alles bewaren. Maar de uitstoot die het veroorzaakt is ook niet mals. Er zijn cijfers en ik heb ze helaas niet paraat. Maar dat één, hoeveel CO2 uitstoot er zijn als je een mail verstuurt. Nou ja, kijk daar eens naar als je daarin geïnteresseerd bent. Want dat... gaat ook gewoon de pan uitlopen. En dan zijn er tot slot nog de kosten. Waarvan dan gezegd wordt van ja, maar die dataopslag van ja, ik krijg ook wel eens ja, voor €80 heb ik een 6000 terabyte bij de Mediamarkt bij wijze van. Dus dat zijn toch ook de kosten niet. Als je dit in een datacentrum opslaat, zoals je met overheidsinformatie moet doen, dan moet het ook dubbel opgeslagen worden, voldoen aan alle informatiebeveiligingseisen. En dan stijgen de kosten daarmee ook. Ze zijn weliswaar waarschijnlijk, al heb ik daar, zou ook eens onderzoek naar gedaan moeten worden, niet vergelijkbaar met kosten van papieren meters. Ook al is dat relatief, want de papieren meters, je zet het in de kast en het blijft er staan. Digitaal moet je natuurlijk dan ook duurzaam toegankelijk houden. En dan zit je dus ook met de kosten voor conversie. Wij hebben bijvoorbeeld nu bij het archief hebben we een enorme hoeveelheid TIFF-bestanden. Wij willen dat, die zijn heel groot. Wij willen kijken, kunnen we dat niet naar JPG om gaan zetten? Nou ja. Al voor dat omzetten zitten er ook weer kosten aan verbonden. En die zijn ook niet mals, want dat zijn ook bewerkingsuren en dat soort uren. En daar wordt vaak niet over nagedacht. Dus dit zijn 4 kleine redenen waarom je, 4 belangrijke redenen waarom je moet vernietigen. En daarnaast is het ook nog eens vanuit de archiefwet. Is altijd mijn laatste argument, maar dan is het altijd als iemand echt niet wil, dan is het artikel 5 van de archiefwet. Jeroen. Ja, ik heb een paar vragen aan de chat. Een van de vragen is van, waarom geef je eigenlijk geen doorlopende machtiging af? Dus dat ging doorlopende vernietiging, maar het doet machtiging voor vernietiging af. Ja, omdat er altijd last minute dingen op kunnen poppen waardoor je niet wil vernietigen. En dit heb ik heb ik zelf een keer meegemaakt. Ik was aan het, ik had een vernietigingslijst voor een bepaald type dossiers bij een van mijn vorige werkgevers. En letterlijk op de dag dat ik die lijst naar de proceseigenaar wilde sturen voor een akkoord, kwam in het nieuws dat er iets was met de personen over wie die dossiers ging en dat ze mogelijk niet goed voorgelicht waren. Op dat moment was het dus in het belang van de burger om die dossiers niet te vernietigen. En geloof me, het waren er echt heel erg veel. Als wij op die dag de opdracht hadden gegeven voor de vernietiging. Nou, ik wil niet over de gevolgen nadenken, maar ik heb op dat moment het risico niet genomen om te zeggen. Ik ben toen naar mijn leidinggevende gegaan van joh, moet je horen, ik heb nu deze dossiers hier liggen. Nou ja, virtueel, want ze passen natuurlijk niet zoveel. Het past niet op een tafel. Maar dit is er nu in het nieuws. Hij zegt, dit gaan we dus niet doen. En daar hebben we toen de samenwerking over opgezocht. En echt gezegd van, nee, we gaan dit nu doen. Als wij een automatische vernietiging hadden gehad, waren ze weg geweest. Ik vind dat er altijd een controlemoment moet zijn voor die vernietiging. Altijd moet er gecheckt worden, hebben we het goed ingericht en kunnen we ons nog steeds in die vernietiging vinden met de kennis van nu. Altijd even die check erin bouwen. Ik moet zeggen, ik maak inmiddels uitzonderingen voor dingen die korter dan 1 jaar bewaard moeten worden. En dan heb ik het over de bodycambeelden
en de foto's van geparkeerde auto's die niet beboet zijn. Die foto's van die geparkeerde auto's is de bewaartermijn 48 uur voor. Voor bodycambeelden is het 4 weken. Die gaan automatisch, maar jaarlijks geven we daar een machtiging voor af dat het weer voor een jaar verlengd wordt. En weer met een jaar, en weer met een jaar. Ja, zodat we altijd even dat checkmoment erin hebben. Dus meer check is, and balances, zoals ik het je hoor zeggen. Ja, een check and balances, inderdaad. Ja. En dan zeggen ze van ja, maar voor facturen kan het toch. Ja, nou ja, hoeveel moeite is het om dat toch dan eventjes langs mij heen, langs een archiefinspecteur laten te gaan. Dus vandaar. Ja, een heel ander vraagje van Marion. Die zegt van, met betrekking tot digitaal vernietigen, moet je echt alle metadata vernietigen of de dossieromschrijving en zaaksysteem laten staan, zodat er niet nodeloos naar de ENDC gestopt wordt waarvan men weet dat het er ooit was? Ja, leuke vraag, kom ik zo op terug, maar ik ga hem al meteen even beantwoorden. Vanwege de integriteit van databases kan je nooit alle metadata vernietigen. Er zullen altijd 1 of 2 velden overblijven, omdat anders, ik snap het niet helemaal, maar omdat anders je database in de war raakt. Als je dit verder uitgevraagd wil hebben, vraag het aan de functioneel beheerder van een zaaksysteem en die legt het je tot in detail uit, maar zo heb ik het begrepen. Dus er kan een veldje blijven staan. Op je vernietigingslijst leg jij vast welk dossier je hebt gehad. Dus in je vernietigingslijst kan jij terugvinden welke dossiers er vernietigd zijn. Dus hoef je ook die metadata, heb je niet meer nodig, want je hebt het op een ander punt vastgelegd. Mocht je het makkelijk vinden, heb ik ook wel eens gedaan dat er bijvoorbeeld een jaar lang een registratie blijft staan, dit dossier is vernietigd. Of dat je dat er dan er toe kan voegen, maar dat is functioneel ook weer ingewikkeld. Dus ja, dat stel ik niet, dat is prettig, maar hoeft niet. Want in sommige metadata staat ook weer privacygevoelige informatie. Bijvoorbeeld als we het hebben over metadata van fraudeonderzoeken. Dan is het feit dat er een fraudeonderzoek is geweest naar mevrouw Jansen in Zaandam, fictief geval, is al belastend als je dat terug kan vinden. Als je dat op een vernietigingslijst iets afgeschermder kan zien, dan is dat naar mijn idee beter en ook privacy AVG technisch beter ingericht. Je kan nog steeds aanduiden van, is er een verzoek van verwijdering van mevrouw Jansen? Van, hé, ik wil dat mijn dossiers hierover verwijderd worden. Dan kan je nog steeds op je vernietigingslijst ook dan al aanduiden. Mevrouw, er is inderdaad een fraudeonderzoek naar u geweest. Dat is meer dan, nou, ik weet de bewaartermijn niet uit mijn hoofd, 7 jaar geleden. Dus het is nu vernietigd. Dus dan, er zijn meerdere vragen, maar misschien nog één vraag voor nu. Ja. Iemand geeft aan, de aandacht en daarmee de middelen voor archiveren en vernietigen zijn beperkt. Ja. Volgens deze man of vrouw. We voldoen op veel onderdelen niet aan de archiefwet, met name voor de vakapplicaties. Ja. En als we met een oplossing komen voor mogelijke oplossingen, is het lastig om budgetten en mensen te krijgen. Wat zijn jouw tips vanuit de praktijk? Samenwerken. Met anderen. We hebben het dat is 1, samenwerken. En 2, zit er niet voor de korte termijn. Ik ben ooit bezig geweest met een bepaald systeem. En daar zijn we in 2017 mee begonnen om deze functionaliteit op de kaart te krijgen. De pilot binnen onze gemeente draait nu. Dus echt langer termijn denken. Hoe vervelend ook, laat ze dit webinar zien bij wijze van, of geef ze een vergelijkbaar verhaal. Ik sprak laatst ook met een leverancier, ook over dit onderwerp. En toen zei ze, ja, maar wij leveren niet alleen aan overheid. Hoe is dit ook van belang in de bestuurskamer? Dus dan is het ook, maak het breder. Ga gewoon in gesprek met de leverancier. Ook als zij zeggen, ja, wij zijn NEN, ISO, weet ik wel wat, geaccrediteerd. Dus dan moeten wij dit toch kunnen. Dan altijd even doorvragen. Prachtig dat jullie dat hebben. Heel fijn dat jullie die test hebben gedaan. Mag ik de rapportage daarvan lezen? Dus niet alleen het certificaat, maar ook de rapportage die de auditor daarachter heeft gemaakt. En wees je er ook van bewust. Je hoeft voor dat certificaat niet aan 100% van de eisen te voldoen. En steeds als ik dan vraag aan de leverancier gewoon op de man af van, hey, wees nou eerlijk tegen mij.
Voldoe jij ook aan in de NEN 2082 is, zitten die eisen in de 80 tot 85. Voldoe jij ook aan die eisen, dan zeggen ze nee. Die staan op de roadmap. Nou, prima, maar maak hem dan ook concreet naar die leverancier toe van waar staan ze op de roadmap. Dus dat is, ga naar die leverancier, maar ook werk samen in de gebruikersvereniging. Werk samen met de archiefinspectie, met soms gemeentes ook die dichtbij zitten. Van hey, dan kan je even snel schakelen, snel werken. Van hebben jullie ook deze vakapplicatie en hoe gaan jullie hiermee om? En kijk ook vooral naar wat er wel kan. Want sommigen kunnen het stiekem al. Maar dan zijn ze zich er niet van bewust. Dan kan je bijvoorbeeld al een selectie maken van alle zaaktypes die 7 jaar geleden, alle zaken die 7 jaar geleden zijn afgesloten. En dan zit er in dat systeem maar 1 of 2 zaaktypes. Dus dan kan je het al. En dan kan je vervolgens vragen, schoon nu die database op. Als je daar een export van kan krijgen. En dan ga je een beetje tussen de regels door. Maar ga daar dan mee in overleg met de archiefinspectie en kijk dan wat er wel kan. Dus hoe ver kom je in de stappen, in de vragen die er staan van hey, kan jij een selectie draaien van alles wat 7 jaar en ouder is? Want jij bent een financiële administratie, dus er zit alles in van 7 jaar en ouder. En dan kan je alsnog daarmee aan de slag en dan zit je toch ook in vakapplicaties en dan kan je toch een stukje bij beetje, kom je dan verder gaan. En maak een afbel voor jezelf van wat zijn de belangrijke applicaties. En bij sommige applicaties zijn ze belangrijk, maar kom je er ook achter dat het blijvend te bewaren is. Dus ga dan zitten, maar dat is een ander verhaal, op de exportfunctionaliteit. Hoe krijg ik de informatie uit het systeem? Wat is de exitstrategie? En dat is een tip van mijn financieel adviseur die ik ooit kreeg. Ja, jullie zitten nu hier heel romantisch bij elkaar, maar wat als het niet meer goed gaat? Dus je zit nu heel gezellig romantisch met een leverancier. Ben je van plan bij het begin al van hey, we gaan iets moois neerzetten. Bespreek op dat moment ook al van wat gaat er gebeuren op het moment dat wij afscheid van elkaar gaan nemen. Wat is onze exitstrategie? En leg dat vast. Want dan heb je er dan geen gepraat meer over. Dus leg vast dat je gratis die informatie krijgt. Inclusief alle bijbehorende metadata. En dat ze daaraan meewerken. Nou, dat staat volgens mij ook allemaal in de Gitbit eisen. Maar bespreek het ook. En bespreek dat ook met je informatiemanagers. En met de inkopers. Dat dit gewoon je eisen zijn. Is dit hem ook voldoende beantwoord? Leuke vragen. Ik denk het wel, maar goed, we gaan het zelf merken. Ja. Ja. Nou ja, wat ook een vraag is, van ja, Annemieke, het is al ingewikkeld. Nou ja, dat is ook de titel van dit webinar. Kan je voor mij niet even alle bewaartermijnen op één A4'tje geven? En dat is dan een serieuze vraag. En dan zeg ik altijd, ja, ik zou willen dat ik het kan. Maar nou ja, jullie zien hier al de 4 verschillende en het worden er 5. Er staat nog niet ter inzage, maar die inzage is al afgesloten, hoorde ik vanochtend. Als ik een vernietigingslijst krijg van een gemeente, dan zitten daar soms stukken in die 75 jaar oud zijn. Dan moet ik daarbij gaan kijken naar de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven uit 1983. Want die is geldig voor alle dossiers en zaken en informatie tot en met 1995. Nou ja, dat document is nou ja, in 1983 geschreven met de ambtelijke taal van toen. Het is niet prettig. Dan hebben we vanaf die 1 januari 1996 tot 31-12-2016 hebben de selectielijst van gemeentelijke en intergemeentelijke organen. Gewoon een basisselectielijst zoals dat toen helemaal hip en in was in de kader van de Biefeld-methode. In 2017 kwam er een procesgerichte selectielijst. Met die aansluit, meer aansluit bij de manier van zaakgericht werken. Met daarin 29 verschillende processen en onderwerpen.
En die selectielijst, zeg ik altijd, die bestaat al uit meer dan 200 regels in Excel. En elke Excel-regel is een andere bewaartermijn. Dus nee, helaas, ik heb het niet op één A4'tje. En dan is er ook nog vanaf 1 januari 2020 is er weer een nieuwe selectielijst. En hij is niet met terugwerkende kracht ingegaan, maar hij is echt nieuw. Hij is gedeeltelijk hetzelfde, maar gedeeltelijk is hij ook anders. Gelukkig heeft de VNG een hele mooie concordans. Dat is gewoon een Excelletje met daarin van welke bewaartermijnen zaten er in 2017 in en welke bewaartermijnen zaten er vanaf 2020 in. Waar veel geroutineerde mensen uit het vakgebied vroeger ook mee gewerkt hebben, is de basisarchiefcode en de stukkenlijst. Die is ook nog steeds raadpleegbaar via de STU. En er zijn ook Excels in omloop waarbij de stukkenlijst, waarbij je dus echt gewoon op een woord kan zoeken, de stukkenlijst gekoppeld is aan de selectielijst 2017 en 2020. Er zit copyright op die stukkenlijst, dus dat kan je in je eigen kamertje kan je dat vrij eenvoudig opnieuw maken. Mocht je daar hulp bij nodig hebben, stuur me vooral een mailtje, want dan help ik je daar even bij. Maar dan kan je dus gewoon op een onderwerp zoeken, bijvoorbeeld personeelsdossiers. En dan krijg je dat de personeelsdossiers staat dan de selectielijst, de lijst van vernietiging 1983 staat in dat Excelletje, in dat overzicht. En dan zie je hoe lang je de personeelsdossiers met de selectielijst 2012 bewaart. En dan kan je ook nog, als je dat een beetje slim inklikt, want er kan je dan ook nog doorklikken naar de selectielijst 2017 en 2020. Waardoor je dus heel eenvoudig en heel snel je bewaartermijnen kan reconstrueren. Heel veel informatiebeheerders maken natuurlijk ook gebruik van de iNavigator, maar dan kan je het niet met terugwerkende kracht zien. Dan is het alleen maar de bewaartermijn van dat moment en niet van hoe het ooit is geweest. Dus nee, die bewaartermijn heb ik niet op één A4'tje. En daarom zeg ik ook altijd, daarvoor heb je vakspecialisten. Is het een vak? Is het een studie? En is het ook van belang dat we die mensen in huis hebben? En dan, hij staat cursief. En dat is dus ook het vangnet waar we het net al over hadden, is de VNG e-mail selectielijst. En daar kom ik straks nog even separaat op terug. Nou ja, hulpmiddelen hiervoor, want ik ga er nu heel snel doorheen en ik kan hier uren over praten, maar dat mag niet van Jeroen. Ga dus gewoon naar je afdeling DIF of je afdeling informatievoorziening, post en archief of hoe die afdeling ook bij jullie heet. Als die er niet uitkomen, gaan ze vaak ook naar de archiefinspectie of ze zoeken in de iNavigator. Nou ja, die bak de basisarchiefcode of de stukkenlijst. In samenwerking met de concordantie ook van de VNG. En de VNG heeft ook een hele selectietool op hun website gezet voor de selectielijst 2020. En tot slot, wees aardig tegen archivarissen, want zij kunnen je uit de geschiedenis halen. Dat is gewoon altijd een tip die ik iedereen mee wil geven. Nou, hier zie je een klein voorbeeldje van van zo'n overzichtje wat je kan maken. En toevallig heb ik hier ook de personeelsdossiers. Nou, je ziet hier, als je kijkt naar de boven, jullie zien mijn muis bewegen, toch Jeroen? Zien jullie mijn muis bewegen? Ja, dankjewel. Je ziet hier in de lijst 83 personeelsdossiers van beleidsbepalende markante figuren blijven blijvend bewaard. Bijvoorbeeld als Koos Alberts in jouw gemeente gewerkt heeft, dan is dat een dossier wat je blijvend kan bewaren. True story. Maar je ziet hier ook dat ze soms de bewaartermijnen gaan veranderen. Ik zoek nu even eentje. Kijk, hier hebben we uitvoeren van verlofregelingen en vervullen van nevenvullings. Nou ja, de dossiers daar voor 83, vanuit voor 95 was 5 jaar, daarna is het 7 jaar en nu is het nog steeds 7 jaar. Ontslag, pensionering, opbouw, na beëindigen dienstverband. En hier zit vaak een misvatting in, is altijd 10 jaar na ontslag. Bij heel veel gemeentes zie ik dat het 10 jaar na pensionering is. En dat is met name bij de oudere dossiers zo.
Dus ik krijg nu met name nog heel veel personeelsdossiers uit de jaren 80 komen nu pas op mijn vernietigingslijst. Voorheen was dat zo in het kader van de pensioenwet. Tegenwoordig is dat redelijk goed op orde gekomen. Dus daar is ook een verandering in gekomen. Dus hier kan ik dat zo voor mezelf in terugzoeken. Ik wilde zeggen, zijn er nog vragen hierover? Maar dat is lastig omdat jullie geen interactie hebben behalve via de chat. Wat al heel fijn is. Nou ja, een van de vragen is wel van waar vinden we deze Excel-lijst van Marleen? Ja, dit is een stukkenlijst. Die is er, als je een abonnement hebt op de STU, kan je die downloaden. Dus die zit achter een betaalmuur en wij hebben die betaalmuur. En daarnaast heb ik er zelf dus die selectielijst 2020 erin geklust met die meer info. Als ik hem op mijn Excel heb, dan kan je hem dan kan ik doorklikken naar de concordans, want dat zijn drie tabbladen. Mocht je dit zelf ook in elkaar willen klussen, mail mij gewoon even voor meer informatie. Dat is het makkelijkste. Er zit auteursrecht op die stukkenlijst namelijk. Dus ik mag dit niet delen. En dat is niet mijn auteursrecht. En ik zou willen dat dit openbaar en transparant toegankelijk is. Misschien is dat nog een tip. Helder. Mark stelt een vraag. We hebben naast documenten, zoals de meeste gemeentes, ook veel data. Ja. Hoe waarderen we data en koppelen we dat ook aan documenten? Nou, voor het creëren van data zit een werkproces. Heb je een grondslag? Ik heb een weddenschap lopen binnen de gemeente Zaanstad van noem mij ergens iets aan informatie waarbij ik geen termijn van de selectielijst aan kan hangen. De fles wijn wordt beter en beter, want ik heb hem nog niet. Dus ook data die gecreëerd wordt in bijvoorbeeld een data warehouse zit een bewaartermijn op. Dat heeft een doel. Want anders mag je die data ook niet creëren, samenvoegen, et cetera, in het kader van de AVG. Dus waarom maak je die data set aan? En dat is dan in welk werkproces wordt die dataset gebruikt? En dan koppel je de bewaartermijn van van dat werkproces eraan. Helder. Dus ja, ook data heeft bewaartermijnen. En dit vinden de data warehouse mensen heel moeilijk. Een ander vraagje van Marja. Je had het over de personeelsdossiers. Marja geeft aan, maar als medewerkers in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen. Ja, is het 40 jaar. Toch... Ja. Dus dat is met name als je personeelsdossiers hebt van mensen bijvoorbeeld in de groenvoorziening. Maar ook dossiers van brandweerlieden en vrijwilligers bij de brandweer. Is dat een aandachtspunt binnen de gemeentelijke organisatie? Ja, helder. Dus, sorry. Nee, hele goede vraag. Ik weet hem direct. Hij staat ook voor mijn neus natuurlijk, V40. Je ziet hem hier ook. Je ziet hem hier, personeelsdossiers. Mijn muis staat erbij en dan zie je lijst 2020, 40 jaar, 40 jaar. En van voor 83, van voor 95 was dat er niet, maar bewaar die ook 40 jaar. Oké, dan ga ik door naar het vernietigingsproces, want die had ik beloofd. En we doen hem in 10 stappen. En dat lijken er heel veel, maar dat valt reuze mee. Want de eerste stap is al, maak een selectie en zorg ook dat je een overzichtje kan maken van welke informatie vernietigd moet worden. En ik zeg, zorg dat dat exporteerbaar is naar bijvoorbeeld Excel. Want dan kan je hem lekker filteren en kan je er heel snel doorheen scrollen of alles eenduidig is ingevuld. Als je bijvoorbeeld die financiële facturen hebt en je hebt er 30.000, dan zie je door te filteren al heel snel of het allemaal daadwerkelijk facturen zijn. Nou, dat is dus het werk ook van een DIF-medewerker. Die controleert die conceptvernietigingslijst. Hij controleert of zij op de beschrijving, zijn het allemaal facturen? Klopt de grondslag en de bewaartermijn? En de grondslag is natuurlijk welke procesnummer in de selectielijst het is of welk BSD-nummer. En klopt de bewaartermijn ook die bij die grondslag vermeld staat? Ik heb wel eens gehad dat er de grondslag klopte,
maar dat er een andere bewaartermijn aangekoppeld was. En dat was dan dus verkeerd gegaan voor, ja, voor 5000 dossiers, want dat is dan continu verkeerd gegaan. Nou, dat is dan eenmalig dat je dat moet wijzigen. En soms houdt dat in dat je dus al eerder iets had moeten vernietigen, of vaker houdt dat in dat je iets nog niet mag vernietigen. En daarvoor doen we het dus ook. Want je moet het bewaren, maar je moet het ook vernietigen. Dan ga je naar de proceseigenaar of een afdelingshoofd. Wij hebben binnen Zaanstad hebben we proceseigenaren. En die kan controleren of er nog lopende dossiers op de vernietigingslijst staan. Soms komt er ook een proceseigenaar naar je toe en die zegt: dit dossier wil ik nog niet vernietigd hebben, want meneer is zo lastig. Dat is geen reden. Of mevrouw, we hebben ook heel veel lastige vrouwen. Dat iemand lastig is, is geen reden. Juist daarom vernietigen we. Je kan niet iemand, dat iemand op zijn 18e één keertje aan de balie heel erg boos is geworden met een lage bloedsuiker, kan je hem niet op zijn 30e nog kwalijk gaan nemen. Juist daarom is die AVG er en moeten we vernietigen. En juist ook bij die lastige klanten moeten we dat doen. Mijn accu gaat opeens opraken. De selectielijst wordt nagekeken door de archiefinspectie. De inspectie controleert de lijst op alle elementen. Maar de archiefinspectie kan ook uitzonderingen op de vernietiging maken in het kader van cultureel historische waarde. Ik duik even een stopcontact in en dan ben ik zo weer terug. Dit klinkt heel erg Bassie en Adriaan. Daar was ik alweer. En vanwege de cultuurhistorische waarde. Dat hebben wij bijvoorbeeld met de migratiedossiers. Of als iets gaat over jeugdcultuur of industrie in Zaanstad. Dat zijn onze drie elementen. Maar ook als er iets op een hotspotlijst staat. Bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas op 17 november 2019. Die bewaren wij in Zaanstad ook. Nou ja, dan gaat de DIF-medewerker of de informatievoorzieningsmedewerker die opmerkingen verwijderen. En heel belangrijk voor die aanpassingen ook door in het DMS of de andere applicatie. Anders wordt het alsnog vernietigd. Dus als je iets uitzondert van de vernietigd of als blijkt dat die bewaartermijn niet goed is, pas dat aan in het DMS en check dat. Voordat je daadwerkelijk gaat vernietigen, want anders ga je alsnog de mist in. Nou, dan zitten we al bij stap 6. Voordat je gaat vernietigen, kan de archiefinspectie zeggen van: hey, geef mij eens een aantal dossiers hiervan, want ik wil het even zien. En dat noemen we een steekproef op de vernietiging. Meestal omdat het zoveel dossiers zijn, bij met name de grotere gemeentes, moet je je ervan bewust zijn dat het nooit een steekproef kan zijn die representabel is voor de hele batch. Maar als je in die hele kleine steekproef al afwijkingen ziet, kan dat wel een argument zijn om de vernietiging eventueel stop te zetten. Of om gewoon te zeggen van: nee, het ziet er gewoon goed uit, we gaan door. Dus dat is altijd even die steekproef. Nou ja, de definitieve vernietigingslijst die gaat dan naar de archivaris. In CC naar de archiefinspectie als die er is. De archiefinspectie maakt dan altijd een machtiging voor de vernietiging. En ik leg die dan altijd bij onze archivaris neer. En dan zeg ik: teken bij het kruisje. En dan vraagt hij aan mij: heb je alles gedaan? En dan zeg ik: ja, ja meneer de archivaris. En dan gaan we weer verder. Nee, dat gaat in goede harmonie. En dan de vernietigingslijst wordt teruggestuurd naar de organisatie. Je kan daadwerkelijk gaan vernietigen. Je maakt procesverbaal op, daarin schrijf je op wanneer er wat is vernietigd en op welke methode. Dus bijvoorbeeld als het papier is, dat het conform de eisen uit de archiefregeling zijn en dat het 0,75 bij 1,1 mm conform icon eis 3. Deze mag je nazoeken. Als het digitaal is, dan moet je met de leverancier ook echt duidelijke afspraken maken van: wij vernietigen nu dit. Wij kunnen hoog en laag springen, maar jullie gaan dit niet voor ons reconstrueren. Want digitaal vernietigen is altijd heel erg lastig. Het moet heel vaak overschreven worden, maar het is altijd reconstrueerbaar op de een of andere manier. Er zijn methodes om dat zo moeilijk mogelijk te maken. Laat de leveranciers die methodes ook toepassen. En ook zorgen dat ze het niet doen.
En de archiefinspectie wordt op de hoogte gesteld als alle dossiers vernietigd zijn. Dat is altijd wel een mooie. En meestal kan je dan ook wel om een taartje vragen. Dat is een, het is een taartmoment. Wat kan ik weggooien deze zomer? Van, daar ging het webinar natuurlijk ook over. Wat kan ik dan wel opruimen of weggooien? Als alles conform de archiefwet vernietigd moet worden. Eigenlijk alles wat je eigen bureaublad niet verlaten heeft. Dit is niet mijn bureau trouwens hoor. Valt niet onder de archiefwet. Alle overige informatie valt onder de archiefwet en onder de WO en onder de AVG. Vooral ook onder de WO. Als jij voor jezelf een aantekening maakt, gewoon in zo'n boekje, en jij deelt die aantekening met niemand, mag jij gewoon bepalen wanneer het weggaat. Deel jij ergens die aantekening in een mail, in een bestandje, via Teams, chat, verzin het, dan valt het onder, is het overheidsinformatie en is het wobaar. Ook concepten, et cetera. Wat je dus wel kan doen deze zomer is, waar hoort alle informatie te staan? Zet het op de juiste plek, zodat het ook de juiste metadata meekrijgt, zodat het op tijd vernietigd kan worden. En als je organisatie daar nog niet altijd alles voor op orde heeft, wat in 99% van de gevallen zo is, zorg dan dat het voor jezelf wel helder is, zodat het in de toekomst handig die kant op kan gaan. Sla het op in het zaaksysteem. Zet het in de vakapplicatie. Zorg dat je zowel in je mailboek als op je netwerkschijf bijvoorbeeld dezelfde mappenstructuur hebt, zodat je dat eventueel aan het einde van het jaar één op één in elkaar kan laten schuiven. Dat zijn allemaal kleine tips. Ik ben nu ook zelf dit aan het doen natuurlijk, in het kader van het afsluiten van mijn huidige functie. Ik merk dat het kost even tijd, maar het is wel heel prettig om het te doen. Dus dit is wat je kan doen en zorg dus dat een helder bureaublad, zowel fysiek als digitaal, helpt jou ook. En als je een heel druk bureaublad hebt, duurt het ook langer voordat je computer is opgestart. Dat is als ik mijn bureaublad, als hij heel vol staat, laat zien aan de service desk, dan krijg ik altijd op mijn donder, want dan zeggen ze, hierdoor duurt het opstarten bij jou zo lang. Want hij gaat dat allemaal inladen. Dus dat is ook voor je opstartsnelheid 's ochtends weer een lekkere tip. Dus dat is wat je wel kan doen deze zomer. Dus alles wat je bureaublad niet heeft verlaten en zorg dat het op de goede plek komt te staan. Nou, mijn toegift, tenzij er nog vragen zijn, Jeroen. Ja, er zijn nog een paar vragen. Een vraag ook even inbrengen. Iemand die anoniem zijn naam heeft doorgegeven. Geeft aan van, hoe kan het beste omgaan worden met achterstanden? Ja. Dus zaken, dossiers die al vernietigd hadden moeten worden. Ja. Wanneer namelijk deze zaken, dossiers op een volgende vernietigingslijst worden gezet, komen in meerdere gevallen de bewaartermijnen en de grondslag niet meer overeen. Hoe ga je daarmee om? Ja. Je maakt dan, als je met terugwerkende kracht een vernietigingsachterstand hebt, dan ga je eigenlijk toch nog doen alsof het vernietigingsjaar is. Dus stel, ik heb nu een vernietigingsachterstand vanaf 2015. Dus ik heb vanaf 2015 niet meer vernietigd. Dan het eerste wat je gaat doen is dat bespreken ook met je archiefinspecteur. Die gaat dat in je inspectie zetten. Zorg ook dat het bij de provincie bekend wordt. Want dit zijn allemaal extra argumenten om ook een project wegwerken achterstanden vernietiging op te zetten. En ga daar extra geld voor vragen. En ook vertellen waarom heb je die achterstand gekregen. En dat is helemaal niet, ja het is wel erg, maar niet dat je het wil gaan oplossen. Maar je kan het dan niet als je zo'n grote achterstand hebt oplossen met je huidige bezetting. Daar heb je dan extra middelen en mensen voor nodig. Dus 1. Start een project. Wegwerken achterstanden. 2. Maak per vernietigingsjaar gewoon een vernietigingslijst en werk hem per vernietiging af. Dus je maakt gewoon alsnog de vernietigingslijst 2015. Je kan tegelijkertijd ook, dat kunnen functioneel beheerders, de vernietigingslijst 2015, 2016, 2017, zodat de archiefinspectie daar ook snel doorheen kan gaan. De archiefinspectie heeft hier ook capaciteit voor nodig. Dus plan dit met hem of haar in. Als je zo'n grote achterstand hebt. Dus dat is tip 2. Doe het per jaar. En tip 3 is dus ook
plan het samen met de archiefinspectie in. En misschien weet de archiefinspecteur ook nog wel slimme tips om het snel en eenvoudig te kunnen oplossen. Bijvoorbeeld als je in een zaaksysteem zit waar nog nooit in is vernietigd met miljoenen zaken. Begin bij de terugbelverzoeken en de meldingen openbare ruimte. Grote blokken eerst. Dus doe even een paar zaaktypes dat je snelle successen hebt gehaald. Want anders wordt het zo'n langdradig en langdurig traject. Dus begin even lekker met die moors. Jakker er even een paar honderdduizend uit als je bij een grote gemeente werkt of een middelgrote gemeente. En dan heb je al je eerste mijlpaal. En dat geeft vertrouwen voor de volgende mijlpaal. En ga dan door. En dan op een gegeven moment heb je nog heel veel restzaaktypen. En ga dan door. Ook als het inhoudt dat je vaker een machtiging voor vernietiging moet vragen. Dat is helemaal niet erg, maar dan kunnen we wel door. Weet je, dan ben je ermee bezig en dan kan je ook voortgang laten zien. En dan kan je heerlijke thermometertjes maken van hoe ver je nog moet en wanneer er taart- en borrelmomenten zijn. En dat helpt. Hoop ik. Helder. Helder. Nog een ander vraagje voordat we naar de toekomst gaan. Steef, begrijp ik nou goed dat de spreker aangeeft dat eigen aantekeningen niet worden gedeeld en niet onder de boog vallen? Naar mijn idee is dat zo. Als ik gewoon, zoals nu voor mezelf, heb ik wat aantekeningen over dit webinar gemaakt van vandaag. En dat ik heb meegeschreven met Mirjam en ik deel dat niet met iemand anders. Dan zijn dat mijn eigen gedachten die ik op papier heb gezet. En zover ik weet, vallen mijn gedachten niet onder de boom. Helder. We gaan naar de toegift. E-mailarchivering. Ja, dat is toch een mooie toegift. waarschijnlijk hebben heel veel mensen hier al over gehoord. En het is dus een vangnet. En we bewaren e-mails dus vanaf, als ik het goed heb, als de selectielijst voor de VNG, e-mailselectielijst, op 1 januari ingaat. Gaan we alle mails gewoon standaard 7 jaar bewaren. Dit is in navolging van het Rijk. Daar hebben ze al een selectielijst voor e-mailarchivering. Bij het Rijk is het 10 jaar en bij gemeentes is het 7 jaar. En dat heeft ermee te maken dat de gemiddelde bewaartermijn bij het Rijk ook gewoon langer is. Omdat er meer aan beleidsarchivering wordt gedaan. Als ik hele rare dingen nu zeg, Jeroen, dan hoor ik het graag. Maar zo heb ik het altijd begrepen. Het enige rare wat je zegt, is dat de ingangsdatum nog niet bekend is. Oh, de ingangsdatum. Ja, ik hoop gewoon 1 januari 2024. Nee, dat begrijp ik. Hoop doet leven. Dus ik vind 1 januari 2024. En dan gaan we 7 jaar bewaren. Er zijn ook al gemeentes die hebben nu al gezegd in hun strategische informatieoverleg. Wij gaan die e-mailarchiveringslijst nu al toepassen. Dat zijn de koplopers die het al hebben gedaan en er zijn een aantal anderen die dat ook al hebben gedaan. Nee, gaan we dan alle mails 7 jaar bewaren? Nee, behalve de sleutelfiguren zoals collegeleden, gemeentesecretaris, FG. In die selectielijst zit een heel helder overzichtje van, ik geloof, een stuk of 10 bullets, waarin precies staat van welke functionarissen je de e-mails voor altijd gaat bewaren. En nogmaals, het is een vangnet. Dus ook die functionarissen moeten gewoon hun mails opslaan op de plek waar het behoort. Wat ik persoonlijk een gemis vind, maar dat konden wij ook niet weten op het moment dat die concept e-maillijst gedaan werd, is dat we ook moeten gaan nadenken over chat in Teams. En daar heb ik de volgende denkredenaties achter. Chatjes in Teams zijn mini-mails. In Teams worden die ook opgeslagen in mailboxen. En kan je daar, als je M365 op de juiste manier inricht, ook de bewaartermijnen van e-mailarchivering aanhangen. Namelijk, als wij nog niet nadenken over de chatjes in Teams, moeten we die eigenlijk, als je hem heel streng doortrekt, alle chats in Teams voor altijd bewaren. Omdat we er geen bewaartermijnen hebben. Nu hoor ik jullie denken van ja, maar wat nou als ik op het Teams waarin de chat zit een bewaartermijn heb of in een gedeeld kanaal, dan krijgt die chat de bewaartermijn van dat team of dat kanaal mee. Maar je hebt ook heel veel 1-op-1 chatjes of een chatje bij een vergadering. Nou, ook daar moet over nagedacht worden. Dat hebben we in Zaanstad gedaan. Dan ga ik even terugverwijzen naar webinars van een aantal grippen op informatie weken geleden. Een webinar van Esther Houweling, hoe wij dat in Zaanstad hebben
deelt. En dan heb ik daar even een sneak preview van. En dit is het lijstje met hoe wij binnen Zaanstad onze e-mails en chats en OneDrives en vergaderopnames willen gaan bewaren en wanneer wij dat gaan vernietigen. En dit hebben wij zo afgesproken binnen het M365 implementatietraject. En zijn wij nu met behulp ook van een pittige communicatiecampagne binnen de gemeente, zijn we dit aan het implementeren. Want veel ambtenaren vinden het opeens heel spannend dat we e-mails nog maar 7 jaar gaan bewaren. Of dat we ze, je hebt het kamp, maar 7 jaar of jeetje 7 jaar. Nou, beide kampen moet je uit gaan leggen waarom 7 jaar of waarom maar 7 jaar. En ook wat we met de gedeelde mailboxen gaan doen. En daarin, en dat hebben we ook aangegeven bij de VNG, wij gaan gedeelde mailboxen ook 7 jaar bewaren, omdat wij zien binnen Zaanstad, in de Zaanse omgeving, is dat daar ook heel veel sleutelfiguren in deelnemen en dat heel veel mensen gewoon puur vanuit die mailboxen werken, gedeelde mailboxen, en dat 1 jaar dan niet voldoende is. Toen wij dat tegen mensen gingen vertellen, was er echt paniek. Dus dat hebben wij met voortschrijdend inzicht, hebben wij daar ook 7 jaar op gezet. En dat hebben wij afgesproken in het strategische informatieoverleg. En daarmee wijken wij dus af van de selectielijst. En dat zijn we, want ik hoor alle experts al vragen in de chat stellen bij wijze van, maar we hebben die stapjes doorlopen. Chats in M365 zeggen wij dus, dat zijn e-mails, dus ook 7 jaar. De OneDrive. Dat is dus je eigen persoonlijke omgeving waar ik mijn eigen gedachtes neer kan zetten. Daar vindt automatische vernietiging plaats 2 jaar nadat dat document niet is gewijzigd. En dus enkel voor die persoonlijke aantekeningen. Nou ja, vergaderopnames, die verwijderen wij 90 dagen na opname, omdat ook het systeem kan dat niet aan. En enkel bij raadsvergaderingen is er een wettelijke grondslag om deze te bewaren. En die gaan via een ander systeem en die bewaren we natuurlijk. Mochten er opnames zijn die onderdeel zijn van een zaak of project, dan moet die vergaderopname nog eventjes naar die zaak of project geplaatst worden. Dit vertellen wij de projectsecretarissen. Projecten hebben we 2 smaken. Het is 10 jaar of blijvend. En nadat een project wordt afgesloten, bepaalt DIF die bewaartermijn. En teams voor processen, bedrijfsvoering en formele overleggen, die gaan conform de gemeentelijke selectielijst. Dit was mijn toegift. Oh ja, ik heb hem verder nog staan. Ja, wil jij hem weer overnemen? Ja, nou, misschien eerst nog even een paar vragen ondertussen, Mieke. Een vraag van Mieke. Hoe verhoudt zich dit tot de AVG? Want daar kunt natuurlijk de bewaard bijna korter zijn vanwege het verwerkingsdoel dan die 7 jaar. Ja, in de e-mail, er wordt de regel is, en regels kunnen overtreden worden, via de e-mail ga je geen persoonlijke informatie delen. Al een bijstandsdossier gaat via de vakapplicatie. De e-mail is niet de plek voor privacygevoelige informatie. Daar komt geen BBN 2+ informatie, zoals dat dan heet. En er gaat en in M365 binnen Zaanstad gaan we ook geen BBN 2+ informatie in M365 plaatsen. En daar gaat DIF in het kader van het kwaliteitssysteem ook op monitoren dat dat daadwerkelijk niet gebeurt. Dus zo proberen wij dat te ondervangen. En daarnaast heb ik de stelling en die bespreek ik altijd met FG's en wij komen er altijd op uit dat dat ook klopt. Ja, de AVG zegt zolang als dat nodig is en daarbij zeg ik dan en zolang als dat nodig is, is voor overheidsorganisaties vastgelegd in de selectielijsten. En in de WPB stond dat erbij, de voorganger van de AVG. In de uitvoeringswet van de AVG is dat weggevallen, is dat er niet. Maar dit is nog steeds mijn stelling. Je bewaart het zolang als dat in de selectielijst staat. Want dat is ook wat we met de burger hebben afgesproken. Nog een laatste vraag nu van Anke. Zeg, moet bij een WO-verzoek ook telkens alle mailboxen van de sleutelfiguren doorzocht worden? En hoe ga je dat dan aanpakken? Ja,
Ja, als er een aanduiding is dat er bij een sleutelfiguur of bij een andere ambtenaar, dat hoeft niet eens een sleutelfiguur te zijn, dat daar informatie in zit met betrekking tot dat woonverzoek, dan vraag je dat natuurlijk in eerste instantie aan die persoon zelf om dat aan te geven. En dan vertrouw je op de integriteit van die medewerker. Mocht die persoon uit dienst zijn, dan is er de mogelijkheid, in ons geval is DIF dan de gemachtigde afdeling om die mailboxen te doorzoeken voor dit doel. Dus dan moet er echt een doel zijn om die mailbox te doorzoeken en met welke woorden je dan door die mailbox gaat zoeken, dat wordt dan natuurlijk ook vastgelegd. Ja, helder. Dan toch nog even een paar andere vragen, we hebben toch een paar minuten. Ja. Een vraag van Maartje. Het gaat over de slagstijl voor e-mailarchivering. Is deze vanaf 2024 of een andere datum dat het formeel ingaat 7 jaar terug? Of gaan we vanaf 2024 archiveren en dan pas 2031 pool voor de eerste keer vernietigen? Zoals ik hem heb begrepen gaat hij niet met terugwerkende kracht automatisch van toepassing. Dit kan je voor je eigen organisatie wel bepalen. Maar dat is dan dus een eigen besluit van de eigen organisatie. In Zaanstad hebben we dat besluit genomen om het met terugwerkende kracht in te gaan stellen. Zodat we ook eindelijk een keer mensen die zeggen zo lang. Ja, maar dan krijgen we veel meer dataopslag. Mijn hypothese is dat we uiteindelijk minder dataopslag krijgen. Omdat we binnen de gemeente ook nog ambtenaren hebben die heel veel ambtenaren hebben die langer dan 20 jaar in dienst zijn. En die gewoon nog een eerste mails bewaard hebben. Ja, helder. Laatste vraagje. Waarom automatische vernietiging persoonlijke aantekeningen OneDrive als deze niet onder de WOO et cetera vallen? Dus die gaan niet via met automatische vernietiging bedoelen wij dan dus dat die niet op een vernietigingslijst komen. Die gaan niet langs de archiefinspectie, want die vallen niet onder de archiefwet. Dus dat is het enige waarbij we kunnen, zoals ik het net uitlegde, kunnen verwijderen. We zaten bij haast verwijderen in plaats van vernietigen. Ja, en wij doen dat op 2 jaar om mensen ook te stimuleren om het niet in hun persoonlijke omgevingen op te slaan. Om juist open en transparant te zijn. Want ook bij een WOO-verzoek, mocht blijken dat er meer dan persoonlijke aantekeningen staan, moeten we ook dan weer door die OneDrive gaan. En dan is het dus bij een WOO-verzoek, maken we de zoekslag dan gewoon eenvoudiger en sneller. En hopen we binnen 4 weken de informatie op te kunnen leveren op termijn. Dank je, Annemiek. Meer een interessant verhaal. En waren ook meer dan 200 man in de call. Dus je had ook echt vooral veel mensen het echt van belang vonden. En hopelijk deze zomermaanden ook gebruik maken om daadwerkelijk aan te gaan pakken om te gaan vernietigen. Dank iedereen voor het kijken naar het webinar. Zoals eerder aangegeven, het webinar is zelf terug te kijken via kia.pleio.nl, ook op het YouTube kanaal. Maar op kia.pleio.nl zal ook de presentatie gedeeld worden en achteraf ook de vragen en antwoorden. Mocht je eventueel nog vragen willen stellen aan elkaar of tips willen geven, ga dan vooral als medewerker van de gemeente of gemeenschappelijke regeling naar forum.vng.nl, grip op informatie. Daar zitten ongeveer 1600, 1700 collega's in. En wat dan mooier dan elkaar vooral te helpen en dingen te delen met elkaar. Voor in de agenda. De 8e week van grip op informatie staat alweer op de agenda van 9 tot en met 16 november aanstaande. We zullen ergens eind september ongeveer het hele programma actief gaan delen. En dan kan je dan voor aanmelden, maar reserveer hem alvast. Mocht je even nog vragen hebben of tips hebben voor ons, mail het aan gripinformatie@vng.nl. Zoals altijd wordt er achteraf een evaluatie gestuurd. Het verzoek is om deze in te vullen. Daar kunnen we ook alleen maar van leren en het volgende keer nog beter doen dan nu. En heel erg bedankt nu voor jullie aandacht en een mooie zomer of anders bij een volgende sessie. Groetjes, hoi hoi.